Hey beste kijkers, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tips en Trucs. Wat ik jullie vandaag ga laten zien is hoe je deze Meya Calenta Ace 40C, hoe je die in kan stellen. Nou is het Ace platform van Meya het meest waardeloze platform wat er is. Waarom? Omdat je veel te veel mogelijkheden hebt. Je hebt veel te veel parameters die je uit kan lezen, die je in kan stellen. Dus voor de gebruiker en de installateur is het een nachtmerrie. Vroeger had je bij de Calenta T1, T2, dan had je je aanvoertemperatuur en je retourtemperatuur. Dan had je parameter 1, parameter 2, parameter 3 enzovoort. Iedereen snapte dat. Ik zal jullie laten zien hoe je hem dus simpel in kan stellen. Kom voor de rest nergens aan. Want als je eenmaal in het menu zit, dan kan je dus heel makkelijk verdwalen. Nou, we hebben dus een paar knoppen erop zitten. Escape, verwarming, warm water, mode. Als je dus warm watertemperatuur wil aanpassen, druk je op het kraantje, dan gaat hij knipperen. En dan kan je met de plus en de min kan je hem verhogen of verlagen. Enter is bevestigen. Nou zou je denken, dan kan ik hier mijn verwarmingstemperatuur aanpassen. Fout, gevalletje, even Apeldoorn bellen. Dat kan dus niet hier. Om dus in het menu te komen, druk je dus op de twee rechte knopjes. Dan heb je dus info, gebruikers, installateurs, handbediening, storingen en tellers. Dan gaan we met de plus gaan we naar gebruiker. Enter. Dan zie je staan circa, dus met gebruikerspoppetje. Enter. Dan zie je CP000. Enter. Dit is dus mijn maximale aanvoertemperatuur. Vanuit de fabriek staat hij op 80 graden, dat vind ik al vrij hoog. Maar je kan je dus eventueel verlagen. Maar deze laten we dus op 75 graden staan. Enter. Dan gaan we terug. Dan gaan we naar plus. Dan gaan we naar SWW. Dat is dus warm water. Enter. Dan gaan we dus naar DP200. Hiermee zetten we dus de eco-stand aan of uit voor tapwater. Enter. En 2 is dus de eco-stand en 0 is dus de comfortstand. En hier heb ik hem dus al op 2 gezet. Dus hier staat hij op de eco-stand. Enter. Dan gaan we terug. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste instellingen voor de gebruiker. Dan gaan we nu naar de installateur. Zie je hem knipperen? Enter. Dan vraagt hij om de servicecode. Nou, servicecode bij Meya is 12. Enter. En dan geeft hij weer circa aan. Die slaan we over. Dan gaan we naar SWW, slaan we ook over. Dan geeft hij GH08 CU. GH08. Enter. Nou, dan kom je dus bij AP uit. Dan druk je dus op de plus. Ga je helemaal naar boven. Dan ga je dus naar ADV. Enter. Dan begint het mannetje te knipperen. En dan ga je dus, hij staat nu op AP002. Ga je dus omhoog. En dan ga je dus naar GP007. En dit is dus het maximale cv-vermogen van deze ketel. Enter. En deze staat dus op 4400 toeren. Deze gaan we lager zetten. Maar deze kan dus naar 1400 toeren. Nooit lager als 1850 toeren. Nou, dan hoor je gelijk dat de ketel rustiger gaat draaien. Dus GP007, 1850 toeren, niet lager, want dan gaat de ketel in storing. Dus hij kan tot 1400 toeren, maar niet lager als 1850 toeren. Dan gaan we met de plus. PP016. Enter. Dit is het maximale pomptoerental.
PP018, minimale pomptoertal. Dus we zetten eerst een minimale pomptoertal naar beneden. Kan niet lager dan 30%. Enter. Dan zetten we het maximale pomptoertal naar beneden. En die zetten we ook op 30%. In dit geval hebben we overal vloerverwarming, statische vloerverwarming. Dus er zitten geen kleppen tussen. Dus de minimale pompsnelheid kan op 30 en de maximale pompsnelheid kan op 30%. Enter. Nou, dat zijn dus de enige parameters die je hoeft te wijzigen in deze ketel. En dan ga je naar Escape. 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 Nou, en zo stel je deze Remea Calenta Ace dus in. Dus we hebben de aanvoertemperatuur verlaagd van 80 graden naar 75 graden. We hebben het vermogen verlaagd van 4400 toeren naar 2000 toeren. Dus dan ga je van 35 kilowatt ga je ongeveer terug naar 8 kilowatt. Dan hebben we de pompsnelheid verlaagd minimaal 30 en maximaal ook 30%. Omdat we hier dus een statische vloerverwarmingsinstallatie hebben. Dus zonder kleppen of iets geks. Maar er zitten dus wel mengverdelers op. Dus die 75 graden aanvoertemperatuur, die hebben we uiteindelijk wel nodig als het min 20 graden vriest. Dus daarom laat ik hem ook hier dus op die 75 graden staan. Nou, bedankt voor het kijken. Even een duim omhoog. Vergeet je niet te abonneren en dan zie je mij de volgende keer.